Goedendag. Officiële opening van het Goudse kaasseizoen. Goudse Verzekeringen viert 90ste verjaardag. En welkomstmuur voor Gouda. Dit en meer in de Week van Gouda van vrijdag 4 april. De beëdiging van vier muzikanten vormde het hoogtepunt van de eerste Goudse Kaasmarkt en de officiële opening van het Goudse Kaasseizoen. Tania Kos, Hansen Poets, Eefje de Visser en Hint werden benoemd tot erewagenmeester van Gouda. Wij spraken met de artiesten over de beëdiging. Het Gilde der Erewaagmeesters, dat is eind vorige eeuw is dat gestart. En dat zijn mensen die zich ofwel verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Gouda, ofwel zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse kaashandel. En als derde, wat we ook hebben, is als de beroemde mensen naar Gouda komen, dan kunnen ze de titel der Erewaagmeesters verkrijgen. Nou, deze vier gasten, dat zijn allemaal muzikanten, allemaal met roots in Gouda. En het is dan ook belangrijk als ze zich als een ambassadeur voelen voor de stad Gouda. En wij zijn natuurlijk heel erg trots dat ze zich bij het Gilde der Erewaagmeesters voegen. Goh, ja, ik heb nog nooit zoiets gedaan, maar eigenlijk als je er ineens moet doen, dan kom je erachter dat je net zoals iedereen natuurlijk wel wat kan zeggen over wat je proeft. En dat heb ik gewoon gedaan, een beetje op gevoel zo. Ja, dat geldt eigenlijk voor mij ook. Ja, ik ben wat dat betreft een echte kaasliefhebber. Ik eet bijna elke dag wel kaas. Dus wat dat betreft is het leuk om zo op die manier te mogen uitproberen en te proeven. En ik hoop dat we het goed hebben geraden. Ja. Dus de Goudse kaas stroomt toch een beetje door jullie bloed? Absoluut. Zeker, ik ben echt wel een kaaseter. En krijgen jullie nou nog bijzondere taken het komende jaar? Is dat al bekend? Nou, dat is nog niet zozeer bekend. Maar ik weet wel dat als er leuke, belangrijke evenementen voor de stad worden georganiseerd, dat we wel worden benaderd om te kunnen optreden. Ja, deze komt in ons Goudse kantoor. Ja. Ja. En hebben jullie daar lang over moeten bekvechten wie hier mocht staan en mocht boren? Nou, eigenlijk, ik mocht het woord doen, maar we zijn met z'n allen, met z'n vieren, zijn we het gewoon geworden. Okay. Dus ze hebben me ook geholpen, want anders dan was het niet gelukt, denk ik. Okay. Geholpen met? Met het proeven en elke woensdag vergaderen we hier en dan halen we altijd eerst kaas voordat we de lunch beginnen met de vergadering. Dus de echte experts, Erik is een echte expert. En nee, maar... Ja, ze hebben me alle goede antwoorden ingefluisterd. Ik heb antwoorden moeten geven van wat voor kaas het is hoe het smaakt en waar ik denk dat het vandaan komt. Ik heb gezegd dat het een jonge kaas is, maar er stonden wel met koeienletters jong op. Maar goed, dat was niet zo moeilijk. Je bent een fervente kaaseter? Ik lust wel kaas, ja. Heel erg. Ik moet zeggen, er is altijd wel kaas in huis. Ja. Ook de kinderen lusten er ook wel wat van. En ook in blokjes vinden ze het heel lekker. Dus wij zijn echte kaaseters. Op de plek waar nu nog het voormalige zwembad De Dobbe staat, komt waarschijnlijk een sporthal. Dit complex staat namelijk leeg sinds het naastgelegen Groenhovenbad is opgeleverd. Dit is hem dan. Het leegstaande gebouw van De Dobbe aan het Dobbepad. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt en op de fundering kan vrij gemakkelijk een tijdelijke sporthal worden gebouwd. De Goudse zaalvoetbalvereniging Watergras is namelijk al geruime tijd op zoek naar een geschikte plek voor wedstrijden. De 40 teams kunnen lang niet allemaal terecht in Gouda en voor thuiswedstrijden moeten ze daarom geregeld uitwijken naar gemeenten buiten de stad. Als alles meezit, kunnen zelfs in september al van dit jaar de eerste wedstrijden worden gespeeld. 900 feestelijke ballonnen zweefden begin deze week boven Gouda. Ze waren losgelaten door medewerkers van de Goudse Verzekeringen die haar 90ste verjaardag vierden. De vinders van drie ballonnen die de verste afstand hebben afgelegd, kunnen een fles champagne tegemoet zien. Grondlegger Geert Bouwmeester richtte in 1924 samen met een zakenpartner het bedrijf op. En de eerste polissen werden toen nog per fiets rondgebracht. We zijn er al enorm trots op. Mijn opa was 22 toen hij in 1924, inderdaad 90 jaar geleden, de Goudse begon. Ik vind dat altijd nog heel bijzonder, omdat toen ik 22 was, was ik eerder bezig met het klimmen in bomen dan te denken over het opstarten van een eigen bedrijf. Dus dat hij dat deed, vind ik nog steeds buitengewoon bijzonder. Mijn vader is daarna jarenlang de baas geweest van de Goudse en sinds een jaar of 7, 8 ben ik in dienst van de Goudse en inmiddels 5 jaar vicevoorzitter. En
wij zijn enorm trots op het feit dat we dit jaar 90 jaar bestaan. En als ik het goed begrepen heb, zijn jullie ook heel bijzonder omdat jullie nog een familiebedrijf zijn. Nou ja, dat klopt. Er zijn wel wat andere familiebedrijven dat als verzekeringsmaatschappij, maar die zijn over het algemeen wel wat kleiner dan de Goudse. Dus dat is inderdaad waar. Aan de andere kant, ja, we zijn geen multinational. We zijn een middelgrote verzekeraar, maar daar zijn we trots. Feest dit jaar, wat gaat dat betekenen? Ja, het hele jaar besteden we er aandacht aan. We hebben elk jaar altijd al een aantal evenementen die we organiseren. En die staan allemaal in het teken van het jubileum dit jaar. Daarnaast hebben we een aantal speciale evenementen. Een speciaal evenement voor met ons samenwerkende intermediair. Daarnaast een evenement wat we gisteren hadden voor eigenlijk de omgeving waarin wij werken en wonen. En nou ja, daarom hadden we een aantal ouderen uitgenodigd binnen de Goudse. Zo'n 130 eigenlijk redelijk hoogbejaarden die kwamen in ons bedrijf. En nou, die hebben een hele leuke middag gehad. En in november gaan we natuurlijk zelf ook een heel groot leuk feest vieren. In Gouda. Waar dat is gaan we nog niet zeggen, maar het gaat heel leuk worden, denk ik. Stadsmarketing Gouda daagt creatieve professionals uit een inspirerend ontwerp te maken voor de welkomstmeer van Gouda. Gouda wil bezoekers namelijk direct bij binnenkomst welkom heten en laten kennismaken met de stad. Wij spraken met Andrea Olieman van de gemeente Gouda. Er is eigenlijk nu geen welkomstwoord en er komen zo'n 20.000 mensen hier per dag op het station voorbij Gouda rijden. Stappen er natuurlijk ook een aantal uit. We willen op die plek gewoon een heel mooi welkomstbord maken, zodat mensen een idee hebben van goh, hè, dit is Gouda met een paar mooie beelden die blijven plakken in plaats van alleen een muur met veel graffiti erop. Zijn er ook specifieke eisen wat de bord moet doen? Moet er bepaalde tekst komen of kleuren of enzovoort? Ja, het bord moet een welkomstbord worden waar iets van kaas op zit en iets van de cultuurhistorie van Gouda. Maar dan op een ja, toch leuke manier, aansprekende manier die iets gezelligs uitstraalt. Uitstraalt dat er veel te doen is in de stad. Het moeten zeven losse doeken worden die wel samen één geheel maken. Grote doeken van 9x4. En ja, daar vragen we creatieve professionals voor om een mooie schets voor aan te leveren voor 21 april. We vragen wel echt creatieve professionals, omdat we de ontwerpen moeten uiteindelijk door hun gemaakt kunnen worden, vergroot kunnen worden om op die doeken ook daadwerkelijk gerealiseerd te kunnen worden. En nou ja, voor 21 april dus indienen. Dan wordt door het platform Stadsmarketing gekozen welke twee er doorgaan. Twee komen er online te staan. Dan mogen de inwoners van Gouda gaan kiezen welke van de ontwerpen het wordt. Als je de gelukkige bent, dan krijg je daarvoor 1000 euro. En je naam mag natuurlijk op het doek komen te staan. En dat doen ze dus via www.gouda.nl. www.gouda.nl. In de museumtuin is vanaf nu een nieuw beeld te bewonderen. Het beeld van kunstenaar Gerard Bakker werd afgelopen donderdag geplaatst in de museumtuin. De eigenaars en tevens echtpaar De Graaf heeft het beeld aan museumdirecteur Gerard de Klein in bruikleen overgedragen. Het gaat om de periode van 10 jaar. En dan nog het weer. Zaterdag begint bewolkt met kans op enkele buien. In de loop van de dag komt de zon meer tevoorschijn en wordt het zo'n 14 graden. Zondag is het bewolkt en grijs met af en toe lichte regen of motregen. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het weer voor deze week. Heel graag tot volgende week bij een volgende uitzending van De Week van Gouda. Dag.